Ja, lang contract, daar spreekt veel vertrouwen uit. Waar is dat bij jou op gebaseerd? Nou ja, meestal als we met jonge spelers contracten tekenen, probeer je natuurlijk zo lang mogelijk te tekenen. Omdat je ook wel weet dat jonge spelers misschien ook in de beginfase nog even de tijd nodig hebben. Nou, die tijd krijgen ze bij AZ. Dus ja, wij proberen altijd zo lang mogelijk spelers wel vast te leggen en dat is gelukt. Het is natuurlijk een centrale verdediger. Waarom past hij als verdediger bij AZ? Nou, omdat het een jongen is die heel goed past binnen het profiel wat wij zoeken. Hij is heel sterk in de opbouw, goed aan de bal, comfortabel aan de bal, zeggen wij altijd. Ik kom altijd heel vaak terug op dezelfde clichés, maar het is wel zo. Die kwaliteiten heeft hij. En buiten dat is het ook gewoon een hele goede verdediger. Heel sterk met zijn hoofd, goede timing, goed postuur. Ja, atletisch vermogen. Dus het is een jongen die eigenlijk wel heel hoop goede eigenschappen heeft voor een centrale verdediger. En niet onbelangrijk, hij scoort ook regelmatig uit standaard situaties. Dus al met al een heel mooi pakket voor een centrale verdediger. Hij zei net tegen mij dat jij gezegd had van jij zou zo uit die AZ-jeugdopleiding kunnen komen. Waarop is dat bij jou gebaseerd? Nou, omdat het... Hij is nog vrij jong, maar het is wel een jongen die heel goed weet wat hij wil. Die denk ik ook gewoon in de opleiding van Go Ahead Eagles en Twente heeft gezeten, maar daar ook een goede opleiding heeft gehad. Die daar ook de juiste stappen heeft gemaakt. Heel erg bezig is met ontwikkelen. Hoe kan ik uiteindelijk misschien wel de beste centrale verdediger van Nederland worden? En dat straalt hij wel uit. En daar heeft hij wel een heel helder en duidelijk pad bij. Dus een duidelijk beeld bij. Dus dat, ik moet zeggen dat over het algemeen hebben al onze jeugdspelers dat ook. Hè. Altijd een goede kijk op hun eigen ontwikkeling. En dat kenmerkt Sam ook wel. Ja. Hij maakt natuurlijk de stap van de keukenkampioendivisie naar de eredivisie. Zie je hem die stap makkelijk maken? Ja, natuurlijk zal hij uiteindelijk ook even moeten wennen aan de volgende stap. Alleen ja, we hebben vaker spelers gehaald uit de keukenkampioendivisie. We hebben vaker spelers gehaald, ook bij clubs die dan misschien wat lager op de ranglijst spelen in Nederland. Maar ja, als zij zich snel aanpassen aan het programma wat wij draaien, dan zie je ook vaak dat spelers zich ook heel snel aanpassen aan het niveau. En ik denk dat hij wel een speler is die zich heel snel kan aanpassen aan het niveau wat wij vragen. Als je kijkt naar de centrale verdedigers in de selectie, dan is Ron Vlaar natuurlijk gestopt. Het contract van Bruno Martins Indy loopt af. Nou, Sam is er dan nu bijgekomen. Kan ik nog iets anders verwachten? Nou, vooralsnog hebben wij voldoende centrale verdedigers in de selectie. Dus ik ben heel blij ook dat we op tijd de zekerheid hebben van een hele mooie aankoop. En van iemand die we heel graag wilden hebben. Dus op dit moment gaan we ons weer richten op andere posities. Dus we zijn nog niet klaar. Maar we gaan er ook vanuit dat we volgend jaar natuurlijk wel weer een hele goede sterke selectie hebben staan. Maar er moet nog wel wat voor gebeuren.